Eerder stapte er al een raadslid in Drenthe op, omdat de sms of de tweet van Geert Wilders niet lekker lag. Ja. Het lijkt naar Hero Brinkman wel een soort van kaarthuis wat in elkaar zakt. Nou, nee hoor. Want hoor. Nee hoor. We hebben wat verliezen deze dagen. Die ja, maar wat verliezen? Want u maakt het klein, maar het is wel een soort van tendens. U heeft nog nooit zo laag gestaan in de peilingen. 18 zetels vandaag. Nou, we zijn begonnen op 0 zetels en we hebben heel lang... U praat alles goed, maar het is een vrij ernstige situatie, lijkt mij. Nou, het is niet een vrij ernstige situatie. Er gebeuren wat vervelende dingen. En je ziet altijd bij vervelende dingen dat die altijd tegelijkertijd komen. Maar ja, we zitten in het katshuis te praten, dus eigenlijk is ons hoofd daarbij op het ogenblik. Ja, want daar zou ik nou maar even niet weggaan, hè? Want dat moet je nu wel. Je moet nou wel met alles akkoord gaan daar. Nou, we gaan zeker niet met alles akkoord. Herverkiezingen, dat is nu wel wat slechts denkbare voor jullie. Nou ja, ik weet niet wat nu het beste scenario is voor ons. We zitten in het katshuis en zitten we vrolijk en serieus te praten. En we zitten gebogen over allerlei cijfertjes en zitten met rekenmachientjes op schoot. Dus dat bepaalt nu even een beetje ons leven. U bagatelliseert het wel zo heftig dat ik denk, dat moet dan achter de schermen wel grote paniek zijn. Nee, dat is ook echt. Ik zou nooit tegen jou liegen. Ik bedoel, tegen andere mensen zou ik liegen, maar tegen jou spreek ik altijd de waarheid.